Volgens de Leeuwarden Courant speelde Mitchell Paulussen misschien wel zijn beste wedstrijd ooit. Afgelopen weekend natuurlijk met Cambuur, want daar speelt hij nu. We kennen hem natuurlijk uit Kerkrade. Met Cambuur met 3-0 gewonnen van PSV. Daardoor een hele Eredivisie overhoop. Mitchell, en jullie zouden het goed gaan vieren. Is dat ook gebeurd afgelopen weekend? Ja, welkom trouwens. Het is wel goed gevierd, maar niet... Niet overdreven. Ja, want de trainer die gaf volgens mij aan dat er de restaurants en cafés gratis drank en spijs zouden moeten. Is dat gebeurd? Ja, dit is allemaal een beetje uit zijn verband getrokken. Ah, dus jammer. We hadden toevallig een verjaardag, dus we waren met een groepje daar. Dus we hebben het wel gezellig gemaakt hoor. Ja, goed zo. Jij hebt natuurlijk ook een goede wedstrijd gespeeld. Speler van de week bij VI zag ik ook nog langskomen. Is dit jouw beste periode ooit als voetballer? Ik denk dat ik kampioensjaar met Cambuur dat ik ook wel goed speelde. Alleen nu laat je natuurlijk een niveautje hoger zien. Dus ik denk dat je wel kunt spreken van een beste periode in mijn carrière tot nu toe. Ja, ja, kijk, de beelden die bij ons nog op het netvlies staan, is natuurlijk die goal tegen NAC. Waardoor uiteindelijk Roda nog promoveerde. Dat is in 2015, alweer 7 jaar geleden. Of meer dan 7 jaar geleden. Maar zou dit nu voor jou, want je wordt toch wel geroemd ook door je inzet en je bent ook een stuk fysiek sterker geworden. Zou dit nog een stap naar voren kunnen betekenen voor jou? Naar boven bedoel ik. Ja, dat is wel de bedoeling. Dus je wilt altijd kijken wat het maximaal is en wat je eruit kunt halen. En momenteel ben ik blij dat, dat ik het vorig jaar nu in de Eredivisie kan laten zien. En wat je zegt klopt, het voelt goed. Ik voel me comfortabel tijdens wedstrijden. Dus waarom niet kijken waar het kan eindigen. Ja, precies. Ja, Ivo, wat zou een mooie club zijn voor Mitchell? Utrecht? Nou, daar kunnen ze wel zo'n type wel gebruiken, ja. Ja. Dacht ik ook wel. Ja, Mitchell, jij bent wordt een beetje gezien als de ideale 12e man. Hè? Je bent altijd een voldoende. Alleen heb ik het idee dat je, zo'n wedstrijd is nu, hè, dan denk ik van ja, dat niveau, dat heb je gewoon in je. Maar dat komt er niet altijd door uit. Wat je zegt klopt. Ik heb natuurlijk, in het begin moest ik even wennen hier. Dus dan ben ik vaak vanaf de bank gestart. En het team stond gewoon goed. Dus toen ben ik een beetje erin gegroeid. En is het een beetje naar die echt een vaste plek. Want jouw conditie, dat is echt ongelooflijk. Hoeveel meter heb je afgelegd in die tegen PSV? Hoeveel kilometer? Volgens mij hebben ze een andere wedstrijd wel nog meer. Dus volgens mij hadden die PSV-spelers ook niet heel veel zin. Dus de intensiteit was niet heel hoog, deze sport. Maar ja, we hebben wel natuurlijk alles gegeven. Maar ik denk dat we voetballend gewoon ook eigenlijk de betere waren. Dus dat we daar eigenlijk op gewonnen hebben. Ja, hey, en toch nog eventjes terug naar het Limburgse. Hoe kijk je nou naar de situatie bij Roda? Zie je ze nog promoveren op een afzienbare tijd? Ik probeer het wel te volgen. Het is vaak die schakel op vrijdag. En ik heb een beetje het gevoel dat ik bij Roda heb, is dat er wel steeds het gevoel is van het kan. En dat uiteindelijk wel dan weer een beetje tegenvalt qua resultaten. Maar ik denk zeker dat ze nu de goede weg zijn ingeslagen. En dat er eindelijk... rust binnen de club is. Ja. En dat was in mijn tijd wel, anders. Ja, precies. Ja, je bent bijna 30. Ben je al 30? Nee, nog net niet, hè? Nee, bijna nog niet. Ja, bijna 30. Zie je dat? Ik bedoel, dat is natuurlijk ook... We denken na over een stap vooruit. Maar zie je jezelf nog wel een keer in Limburg terugkomen spelen? Ja, het voelt wel natuurlijk als thuis. Dus ik zou zeggen, zeg nooit nooit. Maar... nu ben ik gewoon blij met hoe het gaat en wat jullie net ook al aangeven, dan wil ik gewoon kijken hoe ver dat kan reiken. Ja, goed zo. Mitchell Paulussen, dankjewel voor je reactie en veel succes in Leeuwarden. Yes. Spreek elkaar snel nog een keer.